Nou, een hele verrassing, maar hier raak je het al. Jullie zijn begonnen. Uit de kop. Ja, nou, van al die ruim 200 winkels is jullie verhaal zo concreet. En ja, je hebt zoveel heel veel gedaan, maar we willen dat graag van harte ondersteunen met deze bijdrage. En natuurlijk de bloemen, we doen even zo gefeliciteerd. Naast de telefoon. De Vattenfall Foundation van een gelijknamige energiebedrijf heeft een cheque ter waarde van 12.500 euro overhandigd aan kringloopbedrijf Het Warenhuis in Leiden. Dit omdat ze energiebesparende maatregelen hebben ingevoerd. Nee, hartstikke leuk dat we deze prijs gewonnen hebben en ja, dat we dit bedrag hebben gekregen van Vattenfall. We zijn al bezig geweest de afgelopen jaren in het verduurzamen van ons pand en ja, het budget was een beetje op. Dus deze actie kwam precies op tijd om, ja, om toch door te kunnen pakken en nog wat tochtproblemen en een lichtkoepel aan te pakken op ons pand. Dus we zijn er heel blij mee. De overhandiging vond plaats in het circulair warenhuis. Ja, voordat we deze prijs kregen konden we al onze verwarming aangepast. We hebben elektrische plafondplaten als verwarming genomen. We hebben een HR-ketel laten plaatsen. Het kringloopbedrijf heeft al een goede bestemming gevonden voor het geld. We willen twee overheaddeuren laten plaatsen waar nu geen deuren zitten. In verband met tocht en warmte willen we de warmte binnenhouden. En we hebben een lichtkoepel op het pand staan die we graag open en dicht zouden willen kunnen doen in de zomer met warmteregulering en om beter te isoleren. Dat zijn onze twee dingen die we nog graag willen. De Vattenfall Foundation vindt het warenhuis een terechte winnaar. Ja, nou ja, we vinden het als Vattenfall hebben we als missie fossielvrij leven in één generatie mogelijk maken. En dat gaat vaak over hele grote projecten waar we natuurlijk heel actief mee zijn. Maar het gaat ook over wat mensen zelf kunnen bijdragen. En zelf, als zij zelf in actie komen, dat we daar een handje helpen. Ja, en dit warenhuis won omdat ze dus zo aantoonbaar zelf al heel veel gedaan hebben. Een heel concreet voorstel hadden, wat zouden ze doen als ze konden winnen. Ja, dus dan was het eigenlijk uiteindelijk nog best makkelijk om deze als winnaar aan te duiden. Ja.